Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe uitpakvideo van de Handwerk Duizendpoot. Ook dit keer heeft AliExpress mijn huisje weer gevonden. En het is al wel even geleden, dus ik ga de pakjes uitpakken samen met jou. Ben jij net zo benieuwd als ik? Nou, ik kan bijna niet wachten. Dus laten we snel beginnen. Eens even kijken. Leg die even opzij. Dit is weer zo'n verzamelzak. Laten we met het kleine pakje beginnen. Kijken hoe ik dat ga openmaken. Ja, helemaal leuk. Yes, dat zijn mijn clay cutters, mijn kleisnijders. Alweer. Kijk, mooi doosje. Ze hebben al hele mooie doosjes tegenwoordig. Echt super. Zal ik ze even één voor één eruit halen? Want jullie zijn natuurlijk ook net zoals ik super benieuwd. Ja, dit zijn wel kwaliteit kleisnijders hoor. Kwaliteitje is dit. Kijk hoe leuk. Kijk, je kan het zo doen. Leuk hè. Nice. Blij mee. Ja, waar ben ik niet blij mee, kan je beter zeggen. Volgens mij ook mijn standaard uitdrukking. Blij mee. Ja, dit zijn een beetje Chinese, Oosterse motieven. Ja, sorry, maar ik kon ze niet laten liggen. Prachtig toch? Oh, hier kan ik echt van genieten. Eens even kijken. Oh ja. Kijk nou, een soort klavertje vier. Met hartjes. Leuk hè. Zo leuk. Ook mooie zware stempels zijn het, moet ik zeggen. En ik zat op de kei en dacht dat dit dezelfde was. Maar gelukkig lijkt het goed te hebben gedaan in China. Deze is toch ietsje anders. Zal die andere nog even erbij leggen. Kijk, heel subtiel verschil. Oh, kan ik mooie hangertjes mee maken. Nou, super. Eens kijken hoeveel er in een doosje passen. Ik denk niet allemaal, want ik wil de snede eigenlijk niet beschadigen. Ik denk dat het net wel of net niet past. Laten we even kijken. Zet die nou hier doen. En die een beetje zo. Die misschien nog een beetje optillen. Dan past het misschien wel. Ja, super. Nou past die gewoon. Even kijken of er niks kapot kan gaan. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Nou, kijk, een mooi doosje. Helemaal leuk. Wat zit hierin? Wat zit erin? Ik denk een mal om een doosje mee te maken. Ja, dat weet ik wel zeker. Leuk. Ja, het zijn toch grotere mallen dan ik dacht. Maar dit is echt super mooi. Dit is die hele mooie volgens mij. Ja. Oh, dit is met die viooltjes. Ja. Oh. Ik zag hem en ik denk, ja, die moet ik toch hebben. Ja, oh, dat is deze met die viooltjes erop. Ja, hier kan je weinig zien, een beetje ribbeltjes. Ga ik echt mee werken, zodat je ziet wat er kan gebeuren, wat het wordt. En hier kan je misschien iets beter zien. Hele mooie viooltjes. Oh, blij mee.
Ja, doet hij netjes terug. Ik zou hem zo doen. Hopla. Nou, het volgende. Kijk wat we hier allemaal hebben. Heel voorzichtig. Ik kan niet staan op de lampje. Kijk. Oh, ik ben echt benieuwd. Leuk. Wat zit er allemaal in? Ja! Nou, de goeie. Blij mee. Ja, ik had deze de vorige keer ook besteld. Alleen toen is die niet meegekomen. Ja, ook in China maken ze in het magazijn wel eens een foutje. Ik heb keurig mijn geld teruggekregen. Ik had gevraagd van kan je ze niet opnieuw sturen. Maar dat werd een beetje een probleem, begreep ik. Dus heb ik hem toch maar opnieuw besteld. En dit is voor textured art te maken. En daar heb ik ook echt wel plannen voor om dat te gaan doen. Dus echt wel heel leuk. Daar kun je hele mooie bloemen ook bij maken. Dit is wel profi kwaliteitje, moet ik zeggen. Heel blij mee. Even kijken hoor. Dat is altijd natuurlijk wel. Voorzichtig met uitknippen. Hops. Even een beetje opzij weghalen. Zo. Ah, je bent heel blij mee. Ah, dit is echt top, 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 top. Dit zijn ook weer kleisnijders om mooie hangertjes mee te maken. Ja, super. Moet eens kijken. Ja, wordt echt heel mooi. En dit zijn stickers. Daar kan je ook heel mooi op klei doen. Het zijn dus eigenlijk tattoos. Maar als je op klei kan je ze ook heel mooi gebruiken. Moest kijken. Dit is een beetje Indiaanse motieven. Dit is met wat kant. Zo leuk. En die kon ik ook niet laten liggen. Nice hè. Och, kan je ze ook een mooie ding mee maken. Helemaal blij mee. Oh, dat is ook een stop hoor. Stopzinnetje van mij volgens mij. Blij mee. Het is echt nog niks dat ik zeg van mijn feest me enorm tegengevallen. Wat is dit voor iets spannends? Oh, ik denk dat ik al wel weet wat het is. Ja. Dit heb ik inderdaad ook bij een winkeltje op AliExpress besteld. Ja, ik moet zeggen, ik ben toch wel een AliExpress fan. Ik kan niks aan doen. Eigenlijk wel, maar ja, ik kan van die mooie dingen krijgen. Oh, ze hebben het wel weer echt super netjes ingepakt hoor, Ali. Complimenten jongens, complimenten. Ja, ik heb hier verschillende dingen gekocht op dit winkeltje. Om dus op antieke Chinese sieraden, of geïnspireerd op antieke Chinese sieraden te maken. En moet je nou eens kijken, mooie bloemblaadjes. Dit is wel een kwaliteitswinkeltje, moet ik eerlijk zeggen. Zie je die bladeren, is toch echt. Hier heb ik geen spijt van, moest kijken. Oh, dit wordt zo mooi. Wat dacht je hiervan? Dingetjes aan te hangen. Uiteraard ook in zilver. Want ik heb het goud en het zilver ontdekt. En die. Ah, dit is wel echt een topwinkeltje. Deze hou ik erin. Dit is echt mooi zeg. Fantastisch. En hier. Hier kan je echt net lelietjes van dalen van maken. Ik zal ze eentje openmaken. Dat is echt zo leuk niet. Dit is echt smullen hoor. Dit is echt smullen. Moet je kijken. Zijn echt mooier dan ik had gedacht.
Poeh. Ja, hier kan je dus echt hele mooie dingen mee maken. Hier is de camera. Cool, hè? En die heb ik uiteraard ook in zilver. Jezus, ja, hier zou ik wel op te wachten. Oh, eens kijken. Fantastisch, toch? Maar het feest gaat nog verder. Ja. Het kost wel wat, maar dan heb je ook wat. En we werken er hard genoeg voor. Dus af en toe moet je zelf eens verwennen. Eens even kijken, welke is dit? Dit is ook een mal. Lekker in een boterhamzakje. Kijk, dat doen ze dus ook van machine. Oh, ik weet welke het is. Ja, dit is een zwaantje. Dat kan je niet zo goed zien aan de buitenkant. Maar ik zal aan de binnenkant, zie je de veren een beetje. Zie je, dat is een vleugel. Ja, is een kaarsenmaal om zwaantjes mee te maken. Heel leuk om cadeau te doen. Heel leuk voor een bruiloft. Dus daar wil ik eigenlijk ook een beetje op inspelen. Dan, dit is ook wel een spannend pakje, zeg. Maar ik moet zeggen, ze doen het wel heel netjes inpakken tegenwoordig, hoor, bij Ali. Tjonge, jongen, zeg. Ik ben toch wel groot Ali-fan. Ik kan er weinig aan doen. Oh, kijk nou hoe netjes ze hebben ingepakt. Joh. Oh, want dit zijn nog meer kleine mallen. Ja, ik heb half Ali leeg gekocht. Wel heel schattig doosje. Eens even kijken welke mallen dit zijn. Ja, kijk nou. Is toch echt prachtig. Is toch mooi. Is toch mooi dit. Waarom fluister ik eigenlijk? Oh, zo mooi. En die, wat dacht je van deze? Prachtig toch? Och. Zo, doe ik er één in. En die. Ja, dit is een setje om een orchideetje te maken. Dat is wel erg mooi, hoor. Jee, had ik niet gedacht dat het allemaal bij zou zitten. Want op het plaatje stond met drie dingetjes. Dat vond ik wel mooi, maar er zit dus meer bij. Soms krijg je ook meer. Zo. Dat is voor het hartje. Een grote en een kleine. Net wat je mooi vindt. En die. Moest kijken. Hier kan ik gewoon een orchideetje van maken van klei. Oh. Die ideeën schieten alweer in mijn hoofd. Echt. Soms ook erg vermoeiend, hoor, al die ideeën. Ja, iemand heeft er toch wel heel erg zijn best op gedaan om dat allemaal heel netjes erin te krijgen, moet ik zeggen. Ja, misschien lag die toch maar met de... Zo was het volgens mij. Ja, want je moet die randjes proberen netjes te houden. Dan ben je daarmee snijden. Nou, die houden bij elkaar. Blij mee. Dus even kijken. De laatste voor nu. Kijk, er zijn ook weer die verzamelzakken. AliExpress denkt ook een beetje aan het milieu. Dus op deze manier hebben ze natuurlijk wel minder vliegbewegingen. Dus goed bezig, Ali. Oh, dit is een kaarsenmaal. Yo, ik weet nog welke dit is. Oeh. Kijk nou, dit is een Magrietje. Ik heb wel weer echt netjes ingepakt. En dit is echt een kwaliteitsmaal. Ook heel leuk om een kaarsje mee te maken. Oh, deze is wel heel mooi, hoor. Jezus, eens kijken. Heel gedetailleerd. Dit is wel kwaliteit, hoor. Ja, helemaal leuk.
En op naar de volgende. En wat doe je hier? Ik denk dat ik weet wat het is. Eens even kijken. Dit heeft met de herfst te maken, jongens. Ups. Dit heeft met de herfst te maken. Echt, hou je vast, hou je vast. Ja. Dit komt ook van een kwaliteitsbedrijfje. Moet je eens kijken. Dit zijn esdoornbladen. Oh, voor mijn sieraden die op antieke Chinese sieraden zijn geïnspireerd. Oh, ja, ik heb nu bijna alles binnen. Dat kan beginnen. Oh, dit is zo mooi. Oh, ik had niet gedacht dat ze zo mooi zouden zijn. Echt top. Zo, doe die kleine maar ook even hier. Dan ben ik er ook alweer zuinig op. Even kijken, wat hebben we hier? Oh, nog meer voor mijn Chinees antieke sieraden. Geïnspireerd op. Oh, ja, ik had van alles twee genomen. Kijk, zo mooi. Ja, ik zie dat het erg glinstert. Dus ik zal er even eentje uithalen. Ja, dit is ook wel echt kwaliteitje voor kwaliteitje hoor. Tjonge jonge jonge, het zijn mooie dingen zeg. Ja, ik kan de meest waanzinnige dingen hiermee maken. Och, ik kan niet wachten. Zo mooi. Moet eens kijken. Mooi toch? Ja, en hier waren er nog maar heel weinig van. Dus ik had zoiets van, dan maar twee. En dan moest ik kijken, 20 per stuk. Hier kan ik wel even mee vooruit. Oh, fantastisch hè. En de lichte roze kon ik natuurlijk ook niet laten liggen. Maar hier kan ik echt hele mooie dingen mee maken. Dit wordt wel echt smulie hoor. Moest ik kijken. Hier kan ik minder goed zien omdat het een beetje huidskleur is. Ja, wel echt super hoor. Super. Hopla. En we gaan verder. Nog twee pakjes te gaan. Dan zijn wij er. In ieder geval voor deze video. Oh ja, dit is mijn Guilty Pleasure snijmal voor het kleien. Ja, die wilde ik heel graag hebben deze. Zoals jullie weten schilder ik ook. En wat is nou leuker om dus je eigen sieraden te maken met een, daar ben ik de naam kwijt, een palet. Een schildersplet. Kan ik hiermee maken. Een mal om een schildersplet te maken. Helemaal top. Hopla. Laatste pakje. En wat is het? Weer een kleimaal. Nou, geloof dat ik nou de kleimaal ook wel binnen zijn allemaal. Tjonge, jonge. Maar deze is ook zo mooi. Ik zal hem even zo doen. Dat jullie het ook goed kunnen zien. Kijk. Hier kan je ook zulke mooie dingen mee maken. Ik zie het helemaal gebeuren. Oh. Nou, heb ik het allemaal in mijn hoofd zitten. Dus nou is het een kwestie van het uit mijn hoofd zien te krijgen. Hopla. Leeg. Zo, dan zet ik jullie weer even zo, dat jullie mij weer een beetje kunnen zien. Nou, dit was hem alweer. Een nieuwe uitpakvideo van de Handwerk Duistpoot. Vond je het nou leuk? Geef mij een duimpje. Vond je het helemaal niks? Laat het gerust weten. Tips zijn altijd welkom. Wil je niks missen op dit kanaal? Abonneer je dan even. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Houdoe!